De voorbereiding op het nieuwe schooljaar loopt niet zonder slag of stoot voor ouders en verzorgers. De hoge prijzen van schoolbenodigdheden baart ouders veel zorgen. In het kader van de Terug naar School-serie heeft onze nieuwsdienst een straatpraat gehad met enkele ouders. Ze deelden ons mee hoe de kinderen worden voorbereid op het nieuwe schooljaar. Hoe bereidt u zich voor op het nieuwe schooljaar met die kinderen? Ze moeten naar school, dus goed zal ik zeggen. En, wat heeft u gemerkt? Die prijzen, mensen klagen over de prijzen. Wat heeft u zelf, wat is uw ervaring? Het is geen klagen meer, het is normaal geworden. Het is normaal geworden, we kunnen het haast niet overleven, dus het is normaal geworden. Iedereen voelt het, dus het is normaal geworden, het is geen klagen meer. Het is wel een beetje goed en niet gemakkelijk om die dingen uit die winkel weg te halen. Maar ja, we proberen alles en alles op te zetten. Aan te zetten. En het lukt wel. Ondanks alles duurder is geworden, maar toch zijn we al alles overheen gegaan. Ik heb alle schoolspullen gekocht. Dus ja, wel zijn die dingen te duur, maar ja. Gelukkig heb ik mijn moeder in het buitenland die alle schoolspullen van mij verstuurt. Ja. Zo, u komt het een beetje goed uit. Ja, dat wel. Ouders vinden ook dat zaken aangepast moeten worden aan de economische situatie die in het land heerst. Dat zal maken dat de voorbereiding op het nieuwe schooljaar goed zal verlopen. Zo, ik ben net in de stad gekomen en zo een beetje de laatste spullen gekocht. Dus ik ben helemaal ready. Ja, dus we gaan alleen op de schooldag en dan... En hoe was die voorbereiding zelf? Heeft u huiswerk gemaakt? Nou, als moeder moet je het zelf makkelijk kunnen maken voor jezelf. Kijk, ik heb altijd gezegd, kijk, vroeger kon je dingen in het groot kopen. Maar nu moet je ook een beetje wijsheid, hebben hoe je dingen makkelijk kan maken voor jezelf. Dus ik heb besloten, dingen die kinderen eigenlijk niet direct eerste kwartaal nodig hebben, heb ik gekocht. Alleen om het een beetje makkelijk te houden. Kinderen van mij. Potloden, pennen die ze al hadden, koop ik niet meer. Waarom zou je die dingen nog moeten kopen? Toch, soms hebben die kinderen nog latjes, zelfs schriften. Kijk, soms, je moet de schaamte te boven komen. Want als aan dat nou was aan voeseranamang, je moest zo. Schriften die kinderen half hebben gebruikt. Je kan het sowieso knippen en dan... Ja, de ideeën die ik nou geef, serieus. Want een halve schrift ga je niet weggooien, toch? Bijvoorbeeld, potima, je moest go regelen, jullie bino. Een tas die dat kind nog heeft en ziet er nog mooi en goed uit. En weet je, je merkt het ook, dat die kinderen het nou zelf begrijpen. Oh mama, ik heb dit al hoor, dit van mij is nog goed. U hoeft niet meer te kopen. Deze ouder vindt dat ouders in deze tijd hun kinderen moeten voorlichten over de situatie in het land, zodat ze ook kunnen meeleven met hun ouders. Het nieuwe schooljaar begint op maandag 3 oktober.